Goedemorgen. Morning. Hey, ik was al wakker. Hey, wat heb je hier? Ik hoorde je ook lekker douchen. Hoor je? Ja, toppie, nice, joppie. Wauw. Even lekker ontbijtje. Wauw. Het ziet er heel goed uit. Dat is fijn, hè? Hey, heb je dikke John Deere gezien? Ik had jou een filmpje gestuurd. Ja, oh. Paul, dik ding. Nice, hoor. Nou, even snel eten en dan gaan we lekker naar de fysio. Ja, good morning. Morning. Ik heb nog geen intro gedaan. Hallo, dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar Goede Deal Vlog. Mijn naam is Hudson Krul. En ik heb heerlijk geslapen. En dit is een heerlijk ontbijtje, dat weet ik zeker. Het is fantastisch. Zo, we zijn bij de fysio, dames en heren. We gaan eens even lekker sporten. Ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Wordt nice. En we hebben meteen de spulletjes meegenomen. We hebben even een tasje mee voor vandaag. Want we gaan lekker roadtrippen. Misschien gaan we vandaag weer eventjes een beetje het aapje uithangen. Dat weet ik niet precies. Ik weet niet wat Raymond nog in gedachten heeft. Misschien om hier weer even aan te hangen. We hebben hier sowieso een voetbal. Dus dat is wel nice. Daar kunnen we iets leuks mee doen. Even around the world. Oh. Zo, dat zag heel zenuwachtig uit. Nee, ja, maar je mag ook een beetje spannend om wat te zeggen. Of gaat het en zo. Maar ik zei eerst al van dit. Ja. Zijn ze van. Maar weet je, het is wel. Dat vind ik zo fijn, de Akadridouzu. Papa. Even een kleine warming-up voordat we beginnen met de fysio. Wat we nu gaan doen is even de handschoenen aan en we gaan even toast to bar 3 tot 5 keer. En dan daarna gaan we inderdaad de stangen helemaal voorbij van die kant naar die kant. En dit vind ik echt de leukste oefeningen. Dus daar gaan we. Benen gestrekt al en zo? Benen gestrekt. Zoveel mogelijk. Yes, dat is hem. Goed zo. Oké, draaien. Oh, hij gaat gelijk voor de 5 hoor. Netjes, nee, netjes. Drie goede. Alle tweede handjes de laatste aantikken. Ja, lekker. Goed zo. Keurig. En dat 3 keer. Zo, lekker hoor. Ja, lekker slingeren. Ja, dat is echt leuk. Dat is echt leuk om te doen. Wat hebben wij lekker gesport, dames en heren. En even lekker een douche genomen. Dus weer helemaal fris en fruitig. En dan laat de roadtrip maar beginnen. Let's hebben we er zin in? Geef eens een knuffel, schatje. Ik ben super trots op je. Ik ook op jou. Want jij hebt niet alleen je best gedaan met sporten. Maar je doet het ook super goed met je arm. Goed, hè? Ja. Dankjewel, ik ben ook trots op jou hoor, dat je er weer bij was. Ah, dat kwam niet in één keer vloeiend uit. Trots op jou. Ik ben ook trots op jou. Lekker hoor. Dus daarom stel ik nu voor. Starbucks, ja. Another day, another Starby.
Ik dacht, dat vind je vast wel leuk. Ja, daar heb ik echt zin in. En een bakkie pleur. Dan gaan we dat doen. Fijn. Dan gaan we even langs de Starbucks. Chill. Test. Test. There's the Starby. Let's go. Lekker man. Hoe fijn is dat? En hebben ze je naam goed geschreven? Ja, serieus. Echt? Ik zei Miron. Toen ging ze schrijven. Ze zei, heb ik het zo goed geschreven? Ja. Let's go. Bij jou staat de Enzo op. Toppie, hè? En ik heb deze voor het eerst. Iced tea. Ben ik ook benieuwd naar. Ziet er wel lekker uit. Ik ga lekker smikkelen. Hoi. Dit is zo droog. Ze komen zo heel awkward uit. Zou ik even vragen hoe het gaat? Ja, vraag maar even. Dit gaat de raam gewoon niet open. Hoi! Alles goed? Alles oké? Okay? Zijn jullie nu al bij de Mac geweest? Ja, lekker tussenuur. Oh mijn god, wat hebben jullie gehaald? Big Mac, nee, cheeseburger, kip nuggets. Lekker hoor, eet smakelijk. Hoi joh. Het is 11:30. Hoi joh. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja. Ciao! Wat? Het is 11:30. Zo mooi, hè? Dat was echt heel droog, want we stonden hier en in één keer kwamen ze erbij. Oh, maar dit is een parkeerplaats. Ja, ze moeten wachten volgens mij op hun eten. Zo, ik kan er echt niet aan denken nu, hè? Na trainen zo even naar McDonald's. Maar dat is een momentopname, dat is net waar je in zit. Ja. Wij zitten nu net nog in die sportvibe, zeg maar. Lekker koffietje gehaald en we gaan nu doorrijden. Maar ja, tussenuur, school, lekker cheeseburger, knukketje. Ja, dan zit je al vanaf 8:00 of 8:30 op school. En dan heb je waarschijnlijk je broodjes al op. Klopt. En dan denk je, ik heb wel zin in kipnuggets. Geniaal, shout-out naar hun. Ja. Oké, okay, goed. We gaan rijden naar de eerste locatie. Let's go. Let's go. Ja. Zo, dames en heren. We hebben even wat gegeten. We hebben een goede meeting gehad. Dankjewel, meneer. Ja, goede meeting. Bedankt. Fijne dag nog. Keer. Bedankt voor de lunch. Ja, we hebben even wat dingen besproken. Helemaal top. En we gaan nu naar de volgende meeting. En die is in het noorden. In het prachtige noorden. Ja. Nou, kofferbakverkoop. Wil je nog iets hebben? Wil je nog iets kopen? Wat heeft oma in een clipje? Die hebben we net gebruikt. Zie je nog iets moois wat je wil hebben? Rode handdoek? Nee. Die bodywalk nee? Heeft ze al. Welke body? Ja, deze heb ik al. Ja. Wat is dit? Dat is een greenscreen. Vind je dat leuk? Ja, wat is het dan? Dit is een greenscreen voor opnames. Oh. Kijk, dan ga je daarvoor zitten. Huh? En dan kunnen ze de achtergrond, daarom is het een greenscreen, kunnen ze dan veranderen alsof je in Parijs bent. Ja, of, ja. Dan kan je op vakantie zonder dat je op vakantie bent. Ja, maar dat vind ik niks aan. Oh. Het ziet er weer mooi uit. Ja. Ja. Jij wordt ook met een jaar jonger, hè? Ja. Maar ik pak even een sjedeboer. Nou, na een half jaar voel ik nu dat ik weer de oude ben met alles. Met je knieën en zo en corona. En... Nee, met vooral dit, hè? Ah, voor je hartimplantaat. Ja. Je hartkastje. Nu omdat ik dat bloed ging overal heen. Dus, en dat moet dan het lichaam uit. Want dat zit op plekken waar het niet moet zijn. En dan krijg je allemaal de tinteling zo. Ja. En dat is nu allemaal weg. En dat is wel heel, heel prettig, moet ik zeggen. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, met je peacemaker. Ja. 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 Peacemaker. Ja, dan zeg ik dat steeds. Oma zegt elke keer peacemaker. In plaats van, wat is het eigenlijk echt? Pacemaker. Oh ja, pacemaker. Nee. Zie, ik weet het ook al geen eens meer. Ja, ik maak er altijd eigen dingen van. Als jij dat zegt, dan moet ik ook gewoon denken. Wat is het? Sorry, ja, pacemaker. Maar fijn, je ziet er ook gezond en fit uit, hoor. En we gaan donderdag mooi eten, hè? Ja, zeker. Voor jullie is... Ik vind het wel zo fijn. 60,5. Ja, 60,5. Dat denken wij altijd al. Ja, superleuk. Dus, omdat opa en oma 60,5 jaar getrouwd zijn, stuur ik ze uit eten. opa en oma en ik gaan wel eens uit eten, Mario en ik en opa en oma. Maar ik dacht ik wil even weer wat leuks doen. Toen zei ik, jullie mogen binnenkort uit eten bij Villa Tapas in Assen. En toen zei ik, wanneer willen jullie? Toen zei ze, nou dan willen we graag de 17e, want dan zijn we 60,5 jaar getrouwd. Ik zei, nou doe dat maar. Dus zij gaan deze week uit eten voor een 60,5 jaar trouwdag. Superleuk. Nou, daar zijn we weer. Hallo! Nou, goeiedag. Nou, we zijn weer op de Sjeerde Boerbaan, dames en heren. Ik zie opa, zie ik daar verderop staan. En ik heb mijn boerballen ook bij me. Marion ook. En we gaan even Sjeerde Boeren met oma. Kan je het nog wel? Ja, bedankt. Nou, ze heeft zien wie beter is. Jij en wie. Nou, we zijn het potje begonnen. Marion en oma staan daar. En Marion die gaat haar eerste punt maken. Want Marion die ligt aan kop. En oma en ik hebben alle ballen al gegooid. Nou, gooi maar Marion. Marion die ligt daar al dus het dichtst bij. Dit is mijn bal. Dit is die van Marion. Dus dit is één punt. En... Oh, dat wordt net geen twee. Maar je hebt je eerste punt.
Hey! Hoeveel punten heb jij, oma? 5. Nee, 6. En ik heb ook 6. Dus 6 voor oma, 6 voor mij en nu de eerste voor Marjan. Voor de mensen die niet helemaal weten, je hebt hier een butje en je hebt 3 ballen. Marjan die gooit nu het butje. Nou, dat butje dat gooit ze hier neer. En nu moet ze de bal zo dicht mogelijk bij het butje zien te gooien. Dus daar komt hij. 1, 2. Nou, dat is niet slecht. Dat ligt zo in de buurt. En nu komt oma. Oh. Ook redelijk in de buurt. A few moments later. Kijk, we spelen nu met opa. Dit is weer echt ongelooflijk hoor. Dit is een bepaald niveau. Kijk dan. Zo, die gooit ze. Opa die gooit 2 ballen en die gooit ze allebei daar. Dat is ongelooflijk. Komt opa nog een keer. 1, 2. Oh, die is net te hard. 4. Ja, we doen nu de oudjes tegen de jongen. De jongelui. Marjan en ik samen als stelletje. En opa en oma samen als stelletje. 4 zeker. Maar ik weet al waarom je zo goed gooit, opa. Komt door het petje. Knophoudpetje. Ja, dat helpt mij enorm. De but ligt hier. Marjan is daar. Kijk eens even. Prima hoor. Klein stukje er vanaf. Zo'n stukje. Daar komt oma. Oma is goed die kant op. Ja. Kom op, Marjan. Ja, keurig. Heel mooi. Oma, wat doe je nou? Yes. Normale niveau van oma. Nou, nu moet ik even schieten. En nu? Ja, dat moet ik zelf weten. Ja. Yes. Ja, maar Marieke ligt. Hij ligt nog. Ja. Ja, wow. Ja, oh, hij doet het, hij doet het. Nou, wat een geluk. Ik dacht, ik moet het ook nou niet zo doen, hè? Ja hoor. Oh. Ja. Heel mooi. Oh, oh my. Hey. Jij nog een kijk voor de buik. Ja, als je die wegschiet, dan heb je niet. Hey, jullie zitten 10. Ik ben benieuwd wat opa gaat doen. Zo. Oh, opa heeft nog een bal. Oh. Goed uitgespeeld. Spelen. Denk het wel. Denk het wel, ja. Ik denk het wel, hoor. Ja, ja, dat is 13. Nou, dank u wel. Gefeliciteerd, oma. Had ik wel gedacht. Had ik wel gedacht. De vorige keer hebben jullie verloren, hè? Ja. Ja, ja. Gefeliciteerd, opa. Ja, dankjewel, jongen. Levende legende. Ja. We zagen nog allemaal militairen straks zo net bij het stoplicht voorbij rennen. En ook meerdere militairen in het bos en allemaal oefeningen aan het doen en zo. Ziet er toch altijd wel indrukwekkend uit. We zijn nu vlak bij het hertenkamp. Dat is hierachter. Zijn we een keertje met oma geweest ook. Dat was echt super grappig. We zijn even bij mama geweest, maar de auto stond er niet. Dus we dachten, die is waarschijnlijk met de hond Pecco, met de puppy, ergens in het bos. Dus toen hebben we een paar rondjes gereden, maar we hebben mijn moeder nergens kunnen vinden en ze neemt niet op. Maar volgens mij is alles wel goed. Het is niet dat ik me zorgen hoef te maken, maar we krijgen haar in ieder geval niet te pakken. Anders waren we nog even bij Pecco langs gaan en bij mama om even gedag te zeggen en even vragen en kijken hoe het gaat met de puppy. Dus ja, nu gaan we maar even gewoon lekker rondje lopen hier. Even in het mooie, prachtige noorden, even bij het hertenkamp, even rondje lopen. Huh? Heb je hier een vlek? Een vlek? Ja. Een hele grote vlek. Ja, inderdaad. Op het schermpje zie je het beter dan in het echt. Kijk maar. What the fuck? Nou, dan moet ik hem wel een beetje zo doen. Nou, dat maakt het niet uit. Boeien. Maakt het niet uit, joh. Zo, dames en heren. Helaas geen mama en Pecco meer gezien. Want die waren op puppytraining. Maar goed, we hebben in ieder geval een superleuk dagje gehad in het noorden. En het was heel erg relaxed. Ook even met opa en oma. Superleuk om weer een keertje samen te sjeudeboelen. Dat is echt al lang geleden. Dus ja, we zijn de hele dag onderweg geweest. Dus veel in de auto gezeten ook. Maar het was het allemaal waard. Ik heb echt weer genoten. Hopelijk jullie ook. Vergeet het niet even een duimpje omhoog te doen. Sam, die zit hier achter mij. Die blijft hier slapen. Want morgen gaan we echt iets heel erg leuks doen. Dus zorg dat je er morgen bij bent om 4 uur. Vergeet nog niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!